kijkers, welkom bij de ATV COVID-19 update. In dit programma brengen wij u inzichten, informatie en vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname ook in haar greep houdt. Bij de opname van het programma is het aantal COVID-19 positieve gevallen 319. Daarvan zijn 179 actieve gevallen en 132 personen zijn genezen verklaard. 385 personen zijn in quarantaine. We hebben helaas 8 doden te betreuren. Later op de dag is de kans groot dat het aantal positieve gevallen verder gestegen is. Maar het lijkt te droppen. Vandaag is onze gast de algemeen directeur van de medische zending Herman Yinti. En met Herman gaan we praten over de ontwikkelingen rond COVID-19. Herman, welkom in de studio. Dank u wel. Alles goed met jou? Ja, toch wel. Ja, toch wel, toch ja, wel. Ja. Oké, Herman, we beginnen met de versoepeling van de maatregelen. Wat vind jij daarvan? Nou, dus dank u wel voor de gelegenheid om hier namens de medische zending te staan. Dit is misschien een zeer persoonlijke vraag. Yes, is een persoonlijke vraag. Omdat voor elk mens die beknot wordt in zijn beweging en zijn activiteiten, is het natuurlijk een goed nieuws als je zegt van je kan weer teruggaan naar het normale. Het vervelende hiervan is dat het normaal een andere normale is dan we gewend zijn. Mm-hmm. Dus de versoepeling, goed voor activiteiten en businesses enzovoorts. Maar als we kijken naar COVID, naar de besmetting en het gevaar dat mensen oplopen, de risico's die mensen oplopen, dan kijk ik als gezondheidswerker een beetje anders ernaar. Okay. Omdat het gevaar daar is om besmet te raken als je terug wil gaan naar het normale, naar het gewone normale. Als je geen rekening houdt met de richtlijnen en de zaken die verband houden met het terugdringen van die spreiding, mm-hmm. dan is het voor mij een toch wel niet zo'n goed ding. Ja. Nou, als gezondheidswerker. Ja, als gezondheidswerker. Nou, we zeggen het leven gaat gewoon door. Maar het leven gaat gewoon aangepast. Ja, ja. En aangepast leven is best moeilijk. Ja, heel moeilijk voor mensen die dat niet gewend zijn. Ja, oké. Okay, we gaan praten over het binnenland. Hoe gaat het met de situatie in het binnenland? De situatie in het binnenland is niet anders dan in Suriname. Het vervelende ervan is dat het binnenland toch wel zijn eigen uitdagingen heeft. Uitdagingen in de zin van bereikbaarheid van verschillende gebieden, de beschikbaarheid van verschillende diensten die misschien in Paramaribo wel te krijgen zijn of in de kustvlakte wel te krijgen zijn en in het binnenland veel moeilijker. En daarnaast de beschikbaarheid van benodigde human resources. Ja. Als het gaat om het gevecht, de strijd tegen COVID. Dus het gaat goed in het binnenland, zoals misschien in andere gebieden. Ik ben positief ingestemd, dus ik zeg het gaat goed. Ja. Maar aan de andere kant, de dreiging is daar en we hebben te maken met dezelfde omstandigheden als in Paramaribo, als het gaat om de vrees om uitgebreide besmetting op te lopen. Ja. In welke gebieden is COVID-19 geconstateerd? Als u even kijkt naar mijn kaart, ik heb een klein kaartje meegenomen. Ja? En ik heb op die kaart willen aangeven waar de meeste gevallen voorkomen. En dan kijken we naar de kleur voor de duidelijkheid. Hoe donkerder, hoe meer gevallen er zijn. Dus zeg maar de gebieden die het meest geteisterd zijn, is het oosten. Maar als we kijken naar het zuidwesten, hebben we daar toch wel een flink aantal gevallen geconstateerd de afgelopen tijd. Dus in het zuidoosten, daar in die hoek, daar hebben we dus de meeste gevallen, terwijl we de hele spreiding, als je kijkt naar het oosten, naar het zuiden, hebben we de meeste gevallen geconstateerd. Ja, oké. Okay. En natuurlijk, het is een moeilijke situatie. Dus we willen ook weten, lukt het om de ziekte te beheersen in die gebieden?
Lukt het daarmee? We doen ons best. Het is zeer uitdagend, mm-hmm. omdat ik al noemde dat we te maken hebben met de bereikbaarheid van het gebied. Mm-hmm. Dat is een van de grootste uitdagingen. Ja. Terwijl mm-hmm. we hier praten, vertrekt er een team naar het oosten, een epidemiologisch team naar het oosten, om in principe het heel oosten af te kammen. Mm-hmm. Vanaf Kotika, zeg maar, helemaal beneden tot Gakaba, Stoermaaseiland en dan op de Tapanahoni. Mm-hmm. Omdat we die informatie pas hebben gehad dat er aan de Franse kant toch wel weer een aantal besmettingen hebben plaatsgevonden. En we weten dat er toch wel contact is tussen de mensen die wonen. In principe zijn het dezelfde mensen. Ja. Die wonen aan de ene kant van de rivier en aan de andere kant. Dus vandaar dat wij proberen om het gebied te beheersen door gewoon actief erop uit te gaan om mensen op te zoeken die verschijnselen hebben. Mm-hmm. En dat doen we vanaf het begin van de epidemie. Mm-hmm. We proberen de beheersing, u sprak over het beheersen van de situatie. We proberen dus om op het moment dat we een signaal krijgen of van 178, dus dat is het nationaal beleid, mm-hmm. of van de Fransen, proberen we erop af te gaan en active case detection te doen. Dus dat betekent dat we erop uitgaan om mensen te zoeken en te vinden die verschijnselen hebben. We testen ze en in geval ze positief zijn, dan komt het nationaal beleid daaruit. En hoe zit het met de communicatie, dus van en naar de gebieden? Ook uitdagend. Mm-hmm. In bepaalde gebieden is het veel makkelijker. U weet zelf dat bereikbaarheid van telefonie in bepaalde gebieden heel goed is. Terwijl in bepaalde gebieden, ik noem het gebied van Zuiden, daar gaat het toch wel moeizaam. Zeker Sipaliwini is aan de orde geweest mm-hmm. de afgelopen tijden. Daar is nog Telesuur, nog Digicel bereikbaar. Mm-hmm. Dus dan ga je moeten werken met satelliettelefoons. En dat is dus weer afhankelijk van weersomstandigheden. Dus het is toch wel uitdagend om in contact te blijven met bepaalde gebieden. Ja, hebben jullie verandering gemerkt als ik het heb over het bewaken van de grenzen de afgelopen week? Verandering is in dat er meer positieve gevallen bij zijn gekomen of dat het minder is geworden? Er is een toename, sowieso is er een toename. Ik zei net, het binnenland is Suriname. Ja, klopt. Dus er is een toename in verschillende gebieden. Mm-hmm. Ook de verspreiding is zichtbaar. Mm-hmm. Ik wees net op de kaart dat waar we in het begin bijvoorbeeld de concentratie was in het oosten vanwege mm-hmm. de besmettingen aan de Franse mm-hmm. kant. Nu zien we ook een situatie in het zuiden vanwege de besmettingen aan de Braziliaanse kant. Ja. Dus en daarnaast, vanuit Paramaribo zien we ook een beweging waarbij richting Klaaskreek en dat soort gebieden, Pusugrunu, ook nog positieve gevallen uitrollen. De uitdaging de afgelopen dagen mm-hmm. is ook de goudvelden. We merken dat in de goudvelden er besmettingen plaatsvinden. En alhoewel wij niet direct verantwoordelijk zijn voor de mobile population, dus de mobiele populaties. Dat zijn dus de populaties die zitten in de verschillende goudvelden. Toch behelst het ons, omdat het dat gebied is. En we werken dus heel nauw samen met het malaria-programma en het ministerie van Volksgezondheid om te kijken hoe kunnen wij als MZ assisteren in het beheersen van de situatie in de goudvelden. Ja. Oké, en hoe kijkt u zelf hierna? Ja, ik denk zelf dat als we met z'n allen samenwerken, dat we inderdaad in staat zullen kunnen zijn mm-hmm. om het hoofd te bieden aan deze uitdaging. Want inderdaad, als MZ alleen kunnen we het niet. Vandaar dat we heel blij zijn met de medewerking en de samenwerking van verschillende stakeholders. Mm-hmm. Bedrijven, maar personen, het traditioneel gezag, de structuren van de overheid, dat we in staat zijn met elkaar samen te werken, dat wanneer er een positief geval ergens opkomt,
dat het Nationaal COVID Management Team, de DNV, het Ministerie van Volksgezondheid, iedereen bij elkaar komt, de infectiologen, de verschillende ziekeninstellingen. We komen bij elkaar om een plan te maken hoe we dat kunnen, het beste kunnen aanpakken. Ja. Dus ik denk dat als we zo door blijven gaan, dus in die samenwerking, in het bundelen van krachten, we zitten in een kleine gemeenschap. Suriname is een heel klein gemeenschap qua resources, qua mensen. We moeten het met elkaar doen. Ja. We moeten het niet overlaten aan individuele organisaties en mensen. Nee, we moeten het samen doen. En we hebben een goede job gedaan tot nu toe. Oké, nou geweldig. Natuurlijk moet je gemotiveerd blijven. Hoe blijft u gemotiveerd en het personeel? Ik ben gezondheidswerker. En mijn core business is mensen helpen. Yes. En natuurlijk ben je ook mens, hè? Want hetzelfde gevaar dat dreigt voor de Surinaamse burger, dreigt ook de gezondheidswerker. We praten heel veel met elkaar. Mm-hmm. We proberen elkaar echt te motiveren. Want je bent ook mens, je zit ook in een bepaald gezin, je zit ook in een bepaalde constellatie. Ook daar wordt de druk op je uitgeoefend. Ik geef gewoon een klein voorbeeldje. Yes. En je vertrekt misschien naar het binnenland voor een epidemiologische missie. Je test een groep mensen, ze zijn positief, achteraf bevonden zijn ze positief. Je hebt contact gehad met de persoon. Ja, klopt. En je gaat weer, je komt weer naar Paramaribo of je komt weer in je eigen situatie. Je feest je eigen gezin, je feest je eigen mensen. Mm-hmm. Maar ook je eigen mensen oefenen een druk op je. Maar van, je hebt net met mensen contact gehad. Ja. Dus het is, wij zijn ook mensen als gezondheidswerker. Dus zie daar de noodzaak om continu met elkaar bezig te zijn. Om elkaar te motiveren, elkaar te helpen, elkaar te ondersteunen. En elkaar moed aan te spreken. Mm-hmm. En in te spreken bedoel ik. En het is niet zo makkelijk, omdat de druk vanuit je werk, je functie, daar is. Maar ook de druk vanuit de maatschappij. Die vraagt van jou van je moet dit en je moet dat en je moet dat. Terwijl het werk vraagt van jou van hé, je moet dit en dat en dat. En soms staat het haaks tegenover elkaar. Maar dan moet je een keus maken als gezondheidswerker. Van ik heb gekozen voor de mens. Yes, ik heb gekozen voor de anderen. Ik ga de persoon blijven helpen. Want als ik het niet doe, wie doet het dan? Klopt. Dat is waar. U blijft over om het te doen. Ja. Ja. Wat is uw prognose voor de komende periode? Heel moeilijk. Heel moeilijk om een prognose te geven. Ik denk dat de prognose helemaal afhankelijk zal zijn van hoe wij als Surinamers in de materie staan. Ik heb mensen gezien die heel bewust zijn of haar leven georganiseerd heeft. Mm-hmm. Er zijn weer mensen die denken van COVID, wat is COVID? COVID is niet de realiteit, het is een gemaakt ding. Ja. Dus het is helemaal afhankelijk hoe wij als maatschappij in zijn totaliteit tegenover COVID gaan staan. Dus mijn prognose is, als we samen de uitdaging aangaan, en nogmaals, het is echt samen hoor, want er zijn mensen, ik noem mijn eigen geval, er zullen mensen in je directe omgeving zijn die met de pet ernaar gooien en het niet serieus nemen. Ja, klopt, nonchalant gedrag en eigenlijk. En besmet raken, ze komen bij jou, dan mag je nog zo geweldig zijn, je mag nog zo'n dikke mondkap op hebben, je mag nog zulke dikke handschoenen hebben, je mag je body sprayen met alcohol, toch loop je het gevaar. Ja. En dat is niet door jezelf, maar door iemand anders die in je eigen omgeving is. Ja. Dus als we met z'n allen hier tegenaan gaan, samen, en elkaar blijven aansporen, want het is moeilijk hoor, het is moeilijk als mens. Het is heel moeilijk om een nieuw gedrag aan te leren en een nieuw gedrag aan te houden. Dus en COVID vraagt van ons dat we een nieuw gedrag gaan aanhouden. En dat is uitdagend. Ja. Dus mijn prognose is helemaal afhankelijk van hoe wij erin staan. Okay. Voor de medische zending, we proberen de situatie te beheersen. De prognose voor het binnenland is helemaal afhankelijk van een aantal omstandigheden. Omdat het binnenland zelf zijn eigen uitdagingen heeft. Nu bijvoorbeeld zitten we in de regentijd. Mm-hmm. En het is heel moeilijk om gebieden te bereiken. Zeker de gebieden die alleen door vliegtuigen bereikt kunnen worden.
Op dit moment zijn de meeste banen afgekeurd. Dus je zit weer in een situatie waarbij je hulp wil bieden, maar je zit gewoon te wachten op de regens. Een nieuwe uitdaging. Je wacht op de regens. Dus het is helemaal afhankelijk van de omstandigheden, zeker in het binnenland. Ja. Dat wanneer je positieve hebt of wanneer je, want het gaat niet alleen nu om ingaan op positieve. Nee, het is een scala van activiteiten die de medezending uitvoert. En het staat dus bij awareness, waar we de bevolking, het traditioneel gezag, proberen duidelijk te maken wat COVID is. Een heel moeilijke opgave, maar je probeert ze dus uit te leggen wat COVID is. Wat zijn de risico's die gepaard gaan met zo'n besmetting? Daarnaast hebben we, behalve de positieve en het testen en het heel gebeuren daaromheen, hebben we ook nog de tradities, de gewoontes van mensen. We noemen het een nieuwe normaal, maar wat wordt het nieuwe normaal voor het binnenland? Wat wordt het nieuwe normaal voor een bepaald dorp? Wat wordt het nieuwe normaal voor de inheemsen, voor de Marrons? Ze hebben tradities, ze hebben gewoontes, ze hebben rituelen. Allemaal deel van het leven van hun. En COVID komt en brengt een totale verandering in die tradities. En die discussies zijn we bezig te voeren met het traditionele gezag, met de bevolking. Van hey, een nieuw normaal is niet geschreven op je voorhoofd. Dat moet je zelf bepalen. Ja. Dat moet je als gemeenschap zelf bepalen. Klopt. En zie daar hoe belangrijk communicatie is. Want traditionele gezagshebbers en mensen van het binnenland moeten leren of moeten communicatie inbrengen om dit soort discussies te voeren, om uiteindelijk te komen tot een nieuw normaal voor de dorpen. Dus een heel groot, het is nog niet geëindigd. Nee, we zijn nog pas bij het begin om te gaan discussiëren over deze issues. Okay. Dus moeilijk om een prognose vast te stellen nu, maar de medische zending is daar. We zijn daar geweest, al meer dan 280 jaren lang zijn we daar geweest met de gemeenschappen. We zullen blijven met de gemeenschappen discussiëren over hoe kunnen we het makkelijkst, het beste, het hoofd bieden aan deze uitdaging. Oké. Hoe kijkt u naar deze week? Positief. Okay. We hebben heel veel activiteiten. Ik noemde net de trip naar het oosten. We gaan ook naar het zuiden. Als u de kaart volgt, we zijn in verschillende gebieden bezig. Op het moment dat we de reactie krijgen van hier is er een geval, een haard, gaan we erop af en we gaan met een gecombineerd team waarbij we praten over gedrag van mensen. We brengen een stukje awareness, we brengen een stukje kennis, vaardigheden voor de gemeenschappen en we testen ook. En wanneer we getest hebben, gaan we terug naar ze en we leggen ze uit van die is positief, die is positief. Wat gaan we doen? Wat is quarantaine? Wat betekent quarantaine voor het dorp? Ja. Wat betekent isolatie voor het dorp? In de gemeenschappen hebben we geen hotels. We hebben geen geweldige plekken waar je kan zeggen van, zet daar maar neer. Dus voor elke gemeenschap is het wat anders. En dan gaan we met ze zitten en dan gaan we zeggen, oké, dit is de realiteit. Hoe gaan we dit samen organiseren zodat het niet verspreidt? Hoe gaan we dit samen organiseren zodat we toch wel een normaal en goed leven hier kunnen behouden? En dat niemand wegrent en zegt van er is een positieve hier in het dorp, ik ren weg uit het dorp. Nee, je moet met elkaar blijven en je moet proberen een zinvolle leven verder te leiden met elkaar. Dank u wel. Nou, tot slot, heeft u een boodschap naar de samenleving, vooral met de versoepelde maatregelen? Ja, nu? Blijf alert. Ja? Blijf alert als persoon, als organisatie. Blijf alert. Blijf je houden aan de richtlijnen, de nationale richtlijnen. Die zijn duidelijk. Mm-hmm. En als het niet duidelijk is, vraag even wat het inhoudt voor jou. Maar ga ook discussies aan in je familie, in je gezin, in je kerk, in je organisatie. Ga ook discussies aan van hoe kunnen wij het hier goed houden. Yes, klopt. Want dat is belangrijk. Yeah. Je kan je houden aan nationale richtlijnen, maar hoe doe je dat samen met elkaar? En ik ben zeer positief. We zien een afname van het aantal gevallen. Ik hoop dat het zo door blijft gaan. En dat we als natie, als volk in staat kunnen zijn om het hoofd te bieden aan wat voor uitdaging dan ook. Want vandaag is het COVID. Ja, morgen is het wat anders. Morgen is het wat anders. Ja. Mooi gezegd. Dank u wel voor uw komst naar de studio. En bedankt voor uw wijze woorden en uw advies.
Dank u wel. We zijn aan het einde gekomen van dit programma, kijkers. Dat was het voor deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Zoals meneer Herman heeft gezegd, samen moeten we de strijd leveren tegen COVID-19. Alleen gaan we het niet kunnen. Ik wens u verder een veilige dag. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht. Mond- en neusbedekking als je over straat gaat, regelmatig handen desinfecteren of gewoon wassen met water en zeep. En hou 2 meter afstand. Tot de volgende aflevering.